In het Verenigd Koninkrijk is afscheid genomen van coronaheld Tom Moore. Hij kreeg een speciale uitvaart met militair eerbetoon. Ook vloog er een Brits vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog over. Tom Moore werd wereldberoemd toen hij afgelopen jaar geld ophaalde voor mensen die in de zorg werken. Hij deed dat door rondjes te lopen in zijn tuin. Are you okay? Okay, are you alright? Yes, thank you. Thank you for doing this for us. Met zijn actie haalde hij meer dan 33 miljoen euro op. Begin deze maand overleed Moore in het ziekenhuis aan een longontsteking en corona. Hij is 100 jaar geworden. Bij de uitvaart waren maar een paar mensen. Alleen zijn directe familie was erbij. Zijn kleinzoon zei in een toespraak dat hij trots op hem is. I could not have asked for a better last year to spend with you. I cannot thank you enough for everything you've done for me. You've been the most incredible grandfather, mentor and most importantly, a friend. Toch zullen waarschijnlijk miljoenen Britten de uitvaart hebben gezien, want het werd live uitgezonden op tv.